2022. Wat een jaar. Een energiecrisis, inflatie en daarmee het laagste consumentenvertrouwen ooit. Toch is het ons gelukt om afgelopen jaar een recordomzet te draaien. Tenminste als je heel erg goed kijkt. Dit kwam onder andere door de sterke groei in Duitsland naar een omzet van alweer 174 miljoen. En ook de sterke groei in vraag naar energiebesparende producten die als warme broodjes over de toonbank gingen. Tegelijkertijd stegen de kosten ook erg hard. We behaalden een EBITDA van 43 miljoen. Dat klinkt positief, maar daarmee gingen we onderaan de streep helaas net door de nul. Kortom, er is werk aan de winkel. Gelukkig was 2022 ook het jaar van doorgroeien en hebben we een record aantal developers aangenomen. Mede daardoor hebben we veel grote verbeteringen kunnen doorvoeren in ons magazijn, onze bezorgservice en klantenservice. Daarnaast gaan we grote verbeteringen doorvoeren op onze websites en in onze app. Zo kunnen we klanten nog beter helpen met het maken van hun keuze. 2023 wordt ook het jaar waarin we onze winkels weer een beetje beter maken. En we minstens vijf nieuwe winkels openen. Waarvan twee in België. En ik kan je nu al vertellen: we komen naar Michelen. Außerdem zien we wachstum in Duitsland positief tegen. Waar we middellijke een waanzins NPS van 80 herzien. En met Coolblue Energie gaan we knetterveel mensen helpen energie te besparen. Vanuit ons piksblinde nieuwe kantoor hier in Utrecht. Lang vooral kort. 2022 was uitdagend. Maar heeft ons tegelijkertijd ook uitstekend voorbereid. Om van 2023 weer gewoon het aller aller allermooiste kobloeijaar ooit te maken. En daar wil ik jou en alle kobloers ontzettend voor bedanken. Dankjewel!